zondagmorgen even bij Desje daar. En Paul had al gezegd over nieuw asfalteren. Richting het haventje, dat is inderdaad te zien. Er staan ook nog borden aan allebei de kanten. Aan de ene kant weer anders dan aan de andere kant. Nou, dus dat is echt helemaal naar achteren. Zo mooi weer nu. Dat is wel heel fijn. Nou ja, zeg maar tot het tweede stuk, want daar was het ook nog goed. Richting de vogel, zeg maar, aan die kant, is het zo te zien ook een klein beetje opgevuld. Dus niet helemaal opnieuw geasfalteerd, maar wel opgevuld. Ik ga hier verder alleen niet blijven, want er staat verderop ook al een... ik dacht een auto, maar het is een soort camperachtig iets. Ik draai gewoon even om. Ik ben er wel blij mee, uiteraard. Even puur voor het geluid. Heerlijk. Bij de plateaukant ondertussen. Er zitten drie roofvogels hierboven. Ik heb er nu twee in beeld. En daar zit iets verderop. Ik weet niet of ik die ga kunnen vinden. Maar ik denk het even niet, maar dat gaat. Wel buiten het gezin, zeg maar. Denk ik. En hier is in dit geval weer thuis. Want voor hetzelfde geld dat ik nog bij Desida geweest, maar het is inmiddels middag. Eventjes gewoon genieten. Van alle prachtigs in de tuin. Want als Paul terugkomt van de boodschappen gaan we, als het goed is, even opruimen in de werkplaats. Ook een aantal zware zakken verplaatsen en zo. Die Paul ook alleen kan verplaatsen, maar ik wil hem graag helpen. Dus nu eventjes gewoon rustig wandelen. En Paul draagt de zakken toch alleen. Dat vond hij toch net makkelijker. Ik ben even bezig met de koffertjes weg te halen onder de tafel, want die moet zo verschoven. In 20 minuutjes zijn we samen al zover dat de pallet, dat wil zeggen Paul heeft de pallet helemaal leeg gestapeld, dus in 20 minuten. En ik heb het onder de werkbank zoveel mogelijk leeg gehaald. Maar dat vind ik geen gekke score. En deze gaat dus nu naar het kattenhuis en dan komen daar de zakken er weer op te liggen, is de bedoeling. En dan de werkbank, zal ik zo laten zien. Is de bedoeling dat hij dus naar voren komt, zodat de katjes wel gewoon naar zolder kunnen. De werkbank is inderdaad dus naar voren gehaald. En Paul heeft hem ook nog wat aangepast. Een achterplaat erachter en een kastje opgehangen en zo, en wat gereedschappen. Dus dat is mooi. Ben jij nou degene die er niet bij was net met eten, of ben je zo snel klaar? Maar goed, in ieder geval de zakken die hier lagen, liggen inderdaad nu netjes in het kattenhuis opgestapeld. Dus dat is heel mooi en ik ga zo meteen nog weer proberen dingen terug te zetten die nu hier allemaal in het looppad staan. Paul heeft het kastje ook nog omgezet. En ik heb inderdaad de dingen weer er terug onder gezet. En deze box daar gelaten in de hoop dat we de katten iets makkelijker dan kunnen maken. Om naar boven te komen. Dus. Nou ja, we zien wel. De rest hoop ik dat Paul zo nog even kan opruimen. Wat er nu nog staat hier.
Er is in ieder geval weer een goed begin gemaakt bij mij. En zondagmiddag, we gaan even wandelen. Maar Blackie heeft er een plekje gevonden. Schitterend. Paul constateert net dat het bos vanzelf weer teruggekomen is. Zeg maar het terrein naast het oude huis van onze buren, zeg maar. Dat er wel bij lijkt te horen. Daarachter hadden ze alles gekapt op een gegeven moment. Hier is al wel het veld gemaaid. Dus dat veld zeg maar aan de rand van het bos. Waar we al een aantal keer langs gelopen zijn in de loop der tijd. Hier heb je dan die weg richting de zandweg. Op het pad liggen allemaal delen van maïskolven en zo. En hier en daar vindt Paul ook nog een losse maïskorrel. Die neemt hij even mee naar huis. Dit is een maïsplantje wat hij hier tevoorschijn tovert. Die hadden we helemaal niet gezien. Dat is een flinke, maar hij zat een stukje van het pad af vandaar. Pas zag hem ineens. Inmiddels woensdag, even bijpraten. Ik heb 2 dagen eigenlijk nauwelijks iets kunnen doen. Dat ik net zelf zoiets had van, nou gelukkig heb ik nog iets kunnen bereiken, maar niet dat het nou echt opviel, zeg maar. Wel gisteren te horen gekregen dat nichtje Eva in ieder geval helaas niet is aangekomen in de afgelopen 4 weken. Maar gelukkig wel 1,5 centimeter gegroeid is. Dus dat is in ieder geval positief. Maar ze was een paar keer niet lekker geweest en zo, vlak achter elkaar. Dat heeft waarschijnlijk wel invloed gehad. Dus vandaar dat het eigenlijk al mooi is dat ze in ieder geval ook niet is afgevallen. Dus dat ze gewoon stabiel is gebleven. Ze heeft nog steeds zo'n 2,5 kilo, zoiets ongeveer, achterstand in gewicht. Maar ja, ze is gelukkig hartstikke vrolijk en actief en ze ontwikkelt zich verder prima. Dus dat is heel erg fijn. En nu hopen dat ik vandaag toch echt iets meer weer kan doen. We gaan het zien. Even intens genieten in ons privébos, oftewel achter in de tuin. Ik weet niet wat er allemaal zit momenteel aan vogeltjes. Een koolmees zag ik sowieso, maar ik zag ook wat grotere vogels. En er zit wat nodig in ieder geval. Bijna de hele werkbank is opgeruimd, dus ik heb inderdaad wat een en ander kunnen bereiken, gelukkig vandaag. Paul is vanavond ook even lekker bezig geweest met opruimen. Hij zei al, de werkplaats is gegroeid. Dat lijkt bijna wel zo, inderdaad. Donderdag, eind van de middag, en eerst 2 batterijen leeg gemaaid. In verband met onderhoud van het pad. En daarna heb ik deze volgemaakt tot onderaan op het laatste stukje na. Maar dat is aan de andere kant ook. En ook hier bij het tweede kozijn 3 dingen erbij aan beide kanten. Dus dat is toch weer heel erg fijn. Vrijdag. Ik wou eigenlijk verder gaan met de sloten, maar Vicky ligt boven te slapen. Ik wacht wel even, maar ik zie nu Casey ook weer de ladder omhoog gaan. En dat deed Vicky dus van de week ook al. Al komt ze ook nog wel eens bij het hoekje bij de werkbank vandaan. Maar goed, zo kan het ook inderdaad. Mooi, uiteindelijk toch aan beide kanten. Nog 3 plankjes
erbij weten om te spijkeren. Vicky was uiteindelijk weg. Dus ik had zoiets van, dan kan ik wel even verder. Tussendoor even gestopt, daarna weer gekeken, maar ik zag er niet dus. Dat is heel mooi. En ik denk dat ik hem ver genoeg vind zo. Het is ongeveer hetzelfde als het andere kozijn. Dus ik vind het wel goed zo. Zaterdag en Paulus aan het puinruimen hiervoor. Hij probeert het hier vlak te krijgen. Maar hij is hier nog wel even mee bezig. Paul heeft in ieder geval de schroten te pakken voor me. Alleen heb ik het idee dat het geen volledige lengtes zijn, maar dat maakt niet uit. Komt goed. Hoop ik. Nee, vast wel. Komt goed. Oké. Vicky die op schoot gaat liggen. Rustig op schoot gaat liggen. Dat is nieuw. En Henny liep er ook net trouwens weer. Ja, Paul is toch wel een heel eind verder gekomen in ieder geval. Dat is heel mooi. Ja, we moeten toch echt zo stoppen, want we gaan zo boodschappen doen. Zondagmorgen. En zoals op de ruit te zien is het niet echt dat je zegt super lekker weer. Nou, op dit moment is het nog maar zachtjes aan het spetteren. Al zijn er ook dus wat dikkere druppels gevallen inderdaad. Ik ga toch even kijken bij Desje daar hoe het weer zich houdt. Want als het door gaat regenen dan ben ik ook heel snel terug. En dan kan je ook niet foto's maken of wat dan ook. Maar het is niet dat je zegt weer om in je bikini bij te gaan lopen. Of je moet denken aan het liedje I'm Singing in the Rain. Dat heb ik in Zalakaros nog wel eens gedaan. In bikini de regen in, maar dan wel zomers. Daar rijdt hier eens een keer een hele moderne lok hier bij Zomers Zazalo. Het is te hard aan het spetteren om lang te blijven. En zat hier net een hele donkere eekhoorn. Alleen is hij al vertrokken. En ik zei het net fout, het heet geen moderne lok, maar een moderne trein. Maar dat hadden jullie al gezien. Daar is het jerrycan aan het vullen, alleen dat moet met een pannetje. Dat is de meest vlotte manier op dit moment. Want hij is te groot om onder de kraan te zetten. En die is dus in het kathuis, om daar makkelijker water te kunnen geven. Maandag heb ik geprobeerd hier eens een keer een paadje te maken. Ik ben in ieder geval een klein stukje ermee gekomen. En ik ben bij het achterste kozijn bezig geweest met de schroten. Dus daar zijn ook het een en ander aan schrootjes bijgekomen. Dat is heel fijn. En ik heb weer wat isolatie in de gaten in de muur gedaan. Er zaten er al een aantal in, dat klopt, maar er zijn er dus een paar bijgekomen. En later is.